Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Nou, met ome Jan gaat het ook goed. Nou ja, we gaan gewoon door. He? We are the champ. Nee, dat wilde ik niet zingen. Wat wilde ik nou zingen? Oh, the show must go on. The show must go on. The show must go on. Hey. Wat zit er trouwens onder het doosje? Wat heeft ons een beetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Oh, ben ik vrolijk zeg. Bifi-worsten. Iedereen kent bifi-worsten. Bifi-worsten zijn hartstikke bekend. En beroemd. Bifi-worsten. Ik ken hoogstpersoonlijk niemand. Nul mensen. Die bifi-worst eten. Wie eten nou een bifi-worst? Ik ken echt niemand die een bifiworst eet. Wat is een bifiworst? Gerookte droge worst. Bereid uit varkens- en rundvlees. Staat erop. En er zit zout in en peper en allemaal troep. Ja, dat is het. Dit is de bifiworst. Maar wat is dit dan? Bifiworst in een broodje. Gadverdamme, hoe kan je hier een broodje nou lekker in houden? Of moet het dan opgepoft worden in een magnetron? Dat mag ik niet hopen, want die heb ik dus niet. Nee, dat staat er ook helemaal niet. Dat hoeft ook helemaal niet. En dit dan? Oh, kijk. Is het hetzelfde? Dan hebben ze een Italiaanse kruidenbroodjes erbij gedaan. Met een worstje erin. Het is niet dat het water in mijn mond loopt, zeg maar. De reden waarom ik geen bifiworst eet is... Ik hou best van droge worst, hoor. Een beetje om op een worst te kouwen. Maar ik vind bifiworst niet zo... Ja, ik vind niet zo van aan. Nou, goed. Eerlijk gezegd weet ik eigenlijk ook niet helemaal wat de smaak is. Ik kan me niet echt herinneren dat ik het heb geproefd. Nou, daar zijn de reviewtjes dan weer voor in, ome Jan. Gaan we lekker hier proeven? Ja, toch. Hier heb je vier worsten. Ik scheur er één af. Ik scheur er nog eentje af. En het is niet te geloven. Er zit een worst in. In een cellofaantje. Waarom zitten de bifiworstjes in een soort condoompie? Dat weet ik niet. Want je zou zeggen dat dit toch ook... ik weet het niet. We halen het worstje er even uit. En... Ja. Het is helemaal niet hard. Dus waarom ze dit droge worst noemen? Gerookte droge worst. Er is totaal niks droogs aan. Het is gewoon een beetje een slap, vettig salamiworstje. Zonder erg specifieke smaak. Ik begrijp wel waarom niet iedereen aan de bifiworstje zit. Het is gewoon echt... Echt heel saai. Saai worstje. Niet vies. Gewoon zout. Het is een zout. Nat worstje. Het blijft een beetje in mijn keel hangen. Dat is alles. Eens kijken of dan de worst bifirol lekkerder is. Ja, daar zit dus een broodje mee. En... Die ziet er niet heel lekker uit. Dat is een lekker vers broodje zo. Het is natuurlijk ook helemaal geen vers broodje. Het is hartstikke oud. Dat noemen ze ook gewoon een mini salami opeens. In een broodje. Het bifiworstje wordt nu opeens een mini salamietje genoemd. En dat zit dus in een... Ja, deegje. Het grappige is, dat deegje is natuurlijk verschrikkelijk oud. Maar dat is niet heel vies. Het is een beetje een zoet deegje. Het grappige is, van dat deegje... Hoe langer je het in je mond hebt,
Des te meer begint het te smaken naar een schoonmaakmiddel. De hele vieze schoonmaakmiddel smaak aan het einde. Als je hem op hebt, in het begin denk je, zoet broodje, prima, salamietje erin. Beetje smakeloos, maar... Maar aan het einde heb je het gevoel dat je een slokje hebt genomen uit de fles allesreiniger. Godverdomme zich. Maar dan mag de pretty drukken, want we hebben er nog eentje te gaan. Namelijk Two Bakehouse Italian Herb Rolls. Ja, en het zou mij niet heel erg verbazen als het precies hetzelfde product als dit is. Alleen dat ze er een beetje wat kruidjes door de deeg hebben gesodemieterd. Mini salami omhuld met brood met Italiaanse kruiden. Ik zweer het je, wat zit erin? Oregano, rozemarijn, tijm. Dat was het. Kijk nou toch, je verwacht het niet. Het is exact hetzelfde ding. Alleen hebben ze er een paar kruidjes in gesodemieterd. Ruikt wel gelijk lekker. Ja, het ruikt gewoon lekker. Italiaanse kruiden zijn altijd lekker. Ja, dat ruikt wel goed. Nou ja, zullen we eens even proeven. Dit broodje is helemaal somber. Het is helemaal nat. Gadverdamme. Dat broodje is er. Ik heb het gevoel dat... Kijk, er is iets misgegaan in het procedé. Want dit is zeg maar een soort halve... Dit is zeg maar gaar. Ja, het is niet heel lekker. Ik heb het gevoel dat deze niet helemaal gaar is. Is die viezer? Dan dit broodje? Nee, want dit broodje heeft uiteindelijk die kruiden. En die kruiden houden een smaak tegen. En welke smaak houden ze tegen? Juist, de allesreinige smaak van het gewone broodje. Dus dit is eigenlijk best wel te nakken. Tenminste, als je van hele oude... niet zeggende broodjes, een beetje nat, met een niet zeggend salamiworstje erin houdt, dan is het fantastisch. Ja, laten we wel wezen, dat doet mij de broek niet bollen, zeg maar, deze worst. Het is een beetje een slap product. Tijd voor de sandwiches! De beef roll, die is niet te nakken. Hoe komt dat? Nou, dat worstje, dat kennen we wel, is prima, is gewoon een niet zeggend worstje. Maar dat broodje, dat ongare deegje wat er omheen zit, dat heeft een hele vieze smaak uiteindelijk. En dat is niet lekker. Chemische smaak. Alsof je uit een fles drinkt waar je niet uit mag drinken van je moeder. En dan heb ik het niet over alcohol, maar meer over de flessen die onder de gootsteen staan. Het is niet te vreten. Deze krijgt van mij 3. Het gewone bifiworstje is een beetje smakeloos salamietje. Moet even oppassen dat je niet het condoopje opeet. Ja, maar het is geen droge worst als ik zeg. Het is een beetje een natte, niet zeggend salamiworstje. Niet leuk. Is oké. Okay. Maar meer dan 5 krijgt hij niet. Ja, en de grap is natuurlijk dat die broodjes eigenlijk helemaal niet lekker kunnen zijn. En dat zijn ze ook niet. Alleen, de Italiaanse, die hebben ze goed gemaakt met kruiden. Dus ik denk, als je heel erg honger hebt, en je vindt deze, dat je denkt, prima. Een soort van broodje. Er zit een worstje in. Uiteindelijk heb ik de smaak van tijm en rozemarijn in mijn mond. Ik kan hierop blijven leven. Ik krijg voor mij wel een sessie. Gewoon omdat ik het wel leuk vind. Nou, dat was het. Ik ga even mijn mond spoelen. Nou, dag!